Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is... welke dag zijn we? Donderdag? Ja, yes, donderdag. Snel mijn haar een beetje fatsoeneren. En dan off we go, want ik ga naar kantoor, dan naar mijn zus Charlotte voor gezichtsbehandelingen. Kijk echt keihard naar uit. Kei chill. En ik heb 1 keer misschien ooit al eens een gezichtsbehandeling laten doen, maar dat was het eigenlijk. Dus spannend. Maar ik ga eerst mijn haar even fatsoeneren, want het steekt alle kanten op. Ondertussen drink ik een Red Bull. Ik hou echt van Red Bull, van de smaak. En liever de sugar-free. Die smaak vind ik nog beter. And I know it's not healthy. Alleen niet het gezondste. Maar ik heb het nodig, hè. Ik heb mijn oor al eens bekeken. De herfstdip heeft me te pakken, hè. En ondertussen ga ik mijn haren krullen. En ik krul die tegenwoordig met mijn styletang. Ik heb dat geleerd dankzij Sanne. En dan bij mij, dus shout-out naar Sanne om mij dat te leren. Maar eigenlijk moet ik die iets meer zo doen, denk ik. Ja, ik ben nog geen pro erin, maar ik moet toch mijn haren straks wassen. Dus ik ga die gewoon eigenlijk even opfrissen, dat ze niet zo naar alle kanten steken. En dat ze er een beetje beter uitzien. En ik durf ook niet te hard te trekken, want mijn extensions hangen echt heel laag. Ik weet niet of ze dat kunnen laten zien. Ik denk het hier. Nou, jullie gaan dat niet zien, denk ik. Maar zoals jullie zien, of niet zien, hier hangen de knopjes. Dus die hangen echt hier. Dus ze hangen echt heel laag. Maar het is ook al in de 3 weer 5 maanden, ja, 5, 6 bijna zelfs geleden, Erik. Mijn extensions heb laten vervangen, dus we zijn aan vervanging toe. En goed nieuws, binnen een week, vandaag exact binnen een week, alleen voor mij. Ah nee, wacht, dat is donderdag voor mij. En jullie zien deze vlog op maandag. Maar alleszins op vrijdag, de 8e, gaan mijn extensions eruit en worden er nieuwe gezet. Dus dan ga ik naar Hair Advice en dan ga ik weer... nieuwe extensions hebben. Kijk er al naar uit. Oké, mijn haar is gedaan. Oh, ik ben zo blij met die techniek met de stijltang. Echt, want ik vind krullen ook veel mooier en heb ik ze wel nog niet echt gekamd. En zoveel gemakkelijker. En we zijn weer op kantoor. Let the working begin, hè. Even. Postvrouw is coming, hè. Huh? Ik zeg, de postvrouw komt eraan, hè. Oké, we zijn aangekomen bij mijn zus Charlotte. We gaan vandaag een huidtest doen of zo. Mm-hmm. Noemt dat een skin-analyse. We hebben nu geen schmink op. Ja, wel mascara. Mijn donkerkringen zijn in full action vandaag. Celine is ook een full action met selfies. Ja. Ik ben geen mom en ik heb dat al. Stel als ik ooit een mom ben, hoe ga ik er dan uitzien? Wat? Tot aan mijn knieën. Ja, dat is, dan gaat het echt zo zijn. Maar we gaan eens kijken dus wat onze huid te zeggen heeft. Hè. Yes. Celine gaat waarschijnlijk veel zonneschade hebben. Ben ik dan? Hier staat de paardvrouw. Dank je, de paardvrouw is er ook. Hallo. En dan gaan we een korte behandeling doen met een soort van ampule of zoiets, hè? Ampule? Ja, maar dat zal ik zelf zeggen. Oké, okay, Celine ligt ondertussen onder de lamp en haar huid is gescand. En nu is het mijn beurt. Ik
Amai, ik heb toch veel rode puntjes aan die kant. Vind je dat je daar last van hebt, van rode puntjes? Ik heb wel vaak last van rood. Dus je hebt ook een gecombineerde huid. Ja. En we zien hier het eerste wat in het rood staat, zijn de poriën. Dus ja, we gaan een keer kijken waar dat de grote poriën zitten. Dus dat is ook waarschijnlijk niet voldoende reinigen. Dus hier staat ook bij, hè, de juiste behandeling voor de vergrote poriën. Ja. Kijken, hè, waar ze juist zitten. Ja. We gaan ze eens aanzetten. Eigenlijk heel op voorhoofd. Wangen, ja, en hier, dat is wel. Hier heb ik wel. En ook vaak mee-eters. Mee-etertjes, ja. Al wel, dat zijn die grote poriën. Zo aan mijn snor. Ja, ja. Dus dat, eigenlijk hier zien we er ook wel zo tussen de wenkbrauwen. Ja. Neus, wangen, ça va. En hier op het voorhoofd ook eigenlijk. Zeker echt de allergrootste. Ja, dat zit je eigenlijk hier. Ja, dat is ook zo wel. Zo hier meer, rond de wenkbrauwen. Ja. En dan, en daar zie je, boven de lip, en zie hier. Ik. Ja. En, dus, maar ze zei eigenlijk, dit blokje, dit witte blokje, is waar je zou moeten zitten. Ja. Oei, ja. Je zit iets te ver. Ik zit er wel ver. Dus daar moeten we op werken, dat we op de poriën gaan werken. Ja, het volgende, rimpeltjes dun. Ai, ai, dun. Ik heb rimpels. Nee, er staat bij eerste tekenen van dunne rimpeltjes. Ja. Dus nu, je smeert ook geen SPF, hè, nee, tegen UV of zo. Hè. Dus dat gaat sowieso al heel veel doen, want ik zag ook net dat de pigment ook een beetje meer is. Ja. Dus daar gaan we op moeten werken. Hier staat ook bij, tegen invloeden van buitenaf. Ook, ja, je zit waarschijnlijk voor de computer blauw licht en zo. Dus eigenlijk vervuilend licht ook voor je huid. Waardoor dat je ook sneller veroudering gaat krijgen. Ja. Want iedereen denkt altijd van, oh, dat is alleen door de zon. Nee, dat is ook door je gsm, je tablet. Ah, en, ja. Dus dat blauwe licht. Maar dat is vooral het voorhoofd. Ja, dus hier zit je eigenlijk geen. En vooral op het voorhoofd eigenlijk. Dus wat blauw is, zijn diepere rimpeltjes eigenlijk. Ja, je ziet dat. Maar, en hier, pigmentatie is een beetje veel. Ja, maar dat willen we altijd zo min mogelijk krijgen. Ja. Maar je ziet eigenlijk hier donkere vlekjes. Ja, vooral die, moeten die lichten, kant, hè? Welke kant is we gaan het zelfs eens kijken op de zijkant, die kant. Ja. Ja. Nu, dat is nog altijd niet veel. Hè. Er staat bij een beetje veel. Ja. Dus dat betekent gewoon dat we dit onder controle moeten houden. Dus misschien toch al wel wat gaan werken op meer bescherming tegen UV. En ook wat meer zelfs productjes daar naartoe gaan richten. Hè. Dus uw talligende U-zone is normaal, talligende T-zone is minder in verhouding met rond de U-zone. Heb je ook sneller hier onzuiveren zo? Ja, onzuiveren, ja. Dat is echt zo op de T-zone hier aan het voorhoofd. Ja, en meer in de U, rond mijn mond, op mijn wangen. Hier daar heb je meer last van, als er onzuivering is. Dus dat zegt hij eigenlijk ook, hier uw vocht heel hoog, supergoed. Uw elasticiteit is ook, goed. Heel goed. Ja. Dus, het enige waar we een beetje op gaan moeten werken. Ik zou wat eerder richting pigmentatie en rimpel ligt vaak ook een beetje samen. Waarom? Ja. Hoe meer uw huid ook UV-schade heeft, hoe sneller dat die ook ouder gaat worden. Ja. Dus eigenlijk op de rode puntjes moeten we sowieso gaan werken. Ja. En uw dagcrème, omdat we al wat meer zitten met pigmentatie, gaan we voor u de Melan 130 pakken. Ja. Dus dat is mijn factor 130. SPF 130? Dat is ook de enige die daarvan bestaat. Ik wist niet dat dat bestond. Ja, dus dat is super hoog. Maar dat is ook heel goed om dat een beetje onder controle te houden. Omdat we misschien iets meer op de pigmentatie gaan werken. En omdat die ook zo hoog is, zit daar ook een beetje al... Dat is een beetje een gekleurde dag. Ah ja, oké. Dus dat is wel fijn. Ah, dat is wel fijn, dat niet zo wit ziet nee, of zo. Nee, nee, ja. Dus dat zijn eigenlijk de productjes. Ja. Nu gaan we ook zelfs aanduiden welke ampoule we hebben gebruikt en ook welke productjes gebruikt, zodat je goed weet wat het er allemaal is. En dus morgens gaat je moeten reinigen, tonic en de 130. Mm-hmm. En 's avonds moet je eigenlijk deze als nachtcrème gebruiken. Reinigen, tonic en een nachtcrème. Ja, dus hier zitten ook zuren en dus niet te dicht bij de ogen aan gebruiken. Okay, dat is goed. Hier. Ja. Jij hebt geen peeling of wat? Nee, ik heb een foliesje. Ik heb een vervuiling. Staat op camera.
zit terug in de auto. Ondertussen ook nog heel snel pompoensoep gaan eten bij mijn ouders. En my skin looks so good and so glowy. Oh, echt zalig. Echt zo blij. Sorry, ik was naar mezelf in de viewfinder aan het kijken. Maar ik ben echt zo blij met het resultaat. Wauw, en dit was gewoon maar een voorbereidende verzorging die we gaan doen. Ik ga nu ook goed mijn huid reinigen, tonen en alles met de productjes die ik heb meegekregen. Ik zal jullie zelfs thuis nog even laten zien. Maar eerst ga ik nog even een stop bij de dokter maken. Of ja, even. Het zal wel wat langer duren. Want ik vrees dat er heel veel volk gaat zijn omdat morgen een feestdag is. Maar ik heb mijn pillen nodig. Ik heb mijn antidepressiva nodig. Dus ja, die zijn op. Ik heb vandaag al geen genomen, wat niet goed is. En ik heb die echt wel nodig. Ja, het valt precies wel mee. Er staan al 6 auto's of zo. Maar die gaat pas op over 10 minuten. Dus ik ga al in de wachtzaal zitten. En hopelijk valt het mee. Fingers crossed. En ik ben terug thuis. Het is ondertussen wel 7 uur. Oei, komt dat die lampjes aan zijn, schatjes? Ja, dat is gek, hè? Jullie hebben gedaan. En ik heb kombucha in een wijnglas gedaan. Ik zag dat bij iemand op Instagram story. Dan denk je, oh, ik drink wijn, maar je drinkt eigenlijk kombucha en dat is kei gezond. Kombucha is zo'n gefermenteerd drankje. Dat is goed voor je buik. Allee, voor je darmen en je maag en zo. Ik ga even laten zien nog welke producten ik heb, maar ik ga ze straks gebruiken, dus dan is dat wel beter. Cleanser heb ik, de Facial Gel Cleanser. Ziet er zo uit. Het merk is trouwens Mesoastic. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het is alleszins een medisch merk. En dan heb ik de Hydronic, dat is de toner. Voor avondcrème heb ik de Brightening Peel Booster. Ziet er zo uit. En dan heb ik voor dagcrème de Melan 130 Plus Pigment Control Meso Protect. Het is alleszins een moisturizer met SPF 130. Wat echt zot is. Ondertussen ben ik klaar onder bed te gaan. Sorry, ik heb droog shampoo op mijn haar. En mijn huid ziet er nog altijd goed uit. Ik ga mijn oogmake-up afdoen, want dat mocht wel nog gewoon met oogontsminker. Dus that's the first step. Ik gebruik trouwens Nivea oogmake-up remover, die ook voor waterproof goed is. Deze. Oké, als eerste gaan we cleansen met de Facial Gel Cleanser. Die ziet er zo uit. Ruikt lekker fris. Ik weet niet hoeveel ik moet doen, maar het zal wel genoeg zijn, denk ik. En let's wash. Gezicht is gewassen. Next up is de Hydra Tonic. En dat is de toner. Dus die gaan we dan gebruiken. Oh, die ruikt ook echt super lekker. Die ruikt naar roze water, vind ik. Nou, wat zit erin? Facial tonic met komkommer en roze water. Oké. Wel hier een pukkeltje gekregen ondertussen. Maar ja, dat lijkt precies alsof ik kei vuil zie nog of zo. Dan, omdat het avond is, gaan we de Brightening Peel Booster gebruiken. En die mag ik ook niet op mijn, niet rond mijn oren doen. Alleen niet te dicht bij de oren eigenlijk. Die ziet er zo uit. Oh, ik vind de busjes ook echt super tof. Zo heel clean, minimalistisch clean. Echt zo, ja, goede producten vind ik dat er altijd clean moeten uitzien. Oké. Ik weet niet hoeveel, maar ik ga zo iets nemen. Zo'n shell-achtige. Hoe loopt dat weg? Een beetje in de nek uitsmeren.
Voilà. Dat is alles wat ik ga doen voor mijn skincare routine de komende maand of zo. Langer, denk ik zelfs nog. Ik weet het niet. Dat zijn alle productjes die ik ga gebruiken die nu goed zijn voor mijn huid. En die ervoor gaan zorgen dat mijn huid nog beter wordt. Want zoals jullie al kunnen zien, had ik hier al een paar dunne rimpeltjes. Ik heb ook redelijk veel pigment. Ziet je ook wel, ik heb best wel wat rode vlekjes. Hier, hier, hier. Ja, daar heb ik een pukkel. En ja, hier. Ik heb best wel wat pigmentvlekjes. Dus daar gaan we vooral op werken. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker een thumbs up. Vergeet niet te abonneren. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Schatjes.